Nou, Ewout, zitten we weer. Nieuwe Zitten we webinar. Weer. Ja. Ja. Superleuk. Waar gaan we het over hebben vandaag? Nou, we gaan verder waar we vorig jaar gebleven waren. We gaan ook verder met het onderzoek waar we vorig jaar gebleven waren uiteindelijk. En ik heb vorig jaar het samen met je gehad over het onderzoek naar DNA vooral, wat we op dit moment doen. Maar we hebben het nog niet zo heel erg gehad over hoe we dat aanpakken. En dat komt ook voor een deel omdat ik dat helemaal niet de juiste persoon ben om dat uit te leggen. Maria, die dat onderzoek doet, praktisch gezien, die kan dat veel beter. Ja. En daarom is dit genoeg van mij vandaag voor dit filmpje. En gaan we gewoon vragen of Maria dat zelf wil vertellen. Nou, dat lijkt me een goed plan. En ik ben super benieuwd wat ze te vertellen heeft. Nou, Maria, wat leuk dat jij ook deelneemt aan onze webinars. En natuurlijk allereerst super tof dat je ook meewerkt aan het wetenschappelijk onderzoek naar SMA. En we gaan het dus vandaag hebben over DNA sequencing, zeg ik het zo goed? Ja, dat zeg je zeker goed. Nou ja, ik ben benieuwd wat je ons gaat vertellen daarover. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb het al een keer gezien bij jou in het lab. En ik vond het super vet, dus ik ben heel erg blij dat je de patiënten kunt gaan vertellen wat je eigenlijk doet en wat we kunnen gaan zien hiermee. Ja, ja, daar ben ik ook super blij mee. Ik vind het natuurlijk super interessant zelf om het onderzoek te doen, maar het is natuurlijk ook heel leuk om dat te kunnen vertellen aan de mensen waar je het voor doet. Ja, ik denk dat in de vorige webinar heeft Ewart natuurlijk al eens uitgelegd dat het voor ons natuurlijk een grote vraag is. En ik denk voor de patiënten zelf ook dat mensen met eenzelfde aantal kopieën van SMN2, dat is zoals in de vorige webinar teruggekomen is, is dat stukje DNA wat mensen met SMA nog wel hebben, dat soort van als backup dient voor het missende gen. Ja. En hoe meer je daarvan hebt in het algemeen, hoe minder ernstig je ziek wordt. Maar dat gaat niet in alle gevallen op. Dus je ziet ook soms wel eens mensen met 3 kopieën die veel ernstiger ziek zijn dan mensen met hetzelfde aantal kopieën. Ja. Een groot doel van ons onderzoek is nou om te kijken en te begrijpen van waarom kan dat zo zijn? Dus als ik het goed begrijp, waarom heeft iemand met 3 kopieën, los van het type SMA, waarom zit er zo'n groot verschil in? Ja, precies, precies. Ja. En wat wij dan willen kijken is, wij gaan echt inzoomen op de code van het DNA. Om te kijken of die verschillende kopieën, of die misschien nog van elkaar verschillen. Ja. Wat eventueel zou kunnen veroorzaken dat de ene kopie net iets beter of net iets minder werkt dan de andere kopie. Ja. En wat ook nog zou kunnen is dat ze misschien op een verschillende plek op het chromosoom liggen. Dat zou eventueel ook nog uit kunnen maken. En deze regio is heel erg complex. Het is een van de meest complexe regio's in het menselijke DNA. Dus dat is tot nu toe nog niet heel goed onderzocht. En met de nieuwe techniek kunnen wij dat wel goed onderzoeken. Dus eigenlijk kijk je gewoon naar het grotere geheel van dat stukje DNA. En dan heel erg ingezoomd. Ja, heel erg ingezoomd. En daar ga je de verschillen proberen in te ontdekken wat misschien maakt dat iemand is zoals hij is. Ja, ja, precies. Ja, en hoe dat dan werkt, we hebben een hele mooie animatie. Het is echt een super gave techniek. Het is allemaal natuurlijk echt op microniveau, dus het is allemaal super, super klein. Hoe het werkt is, er worden eigenlijk aan de uiteinde van een DNA-streng wordt een soort van motortje vastgemaakt. En dat motortje zorgt ervoor dat die DNA-streng door een poor heen getrokken is. En dat is eigenlijk een soort van een porie, een soort van gaatje waar die DNA-streng doorheen getrokken wordt. En die poor kan vervolgens meten die kan uiteindelijk afleiden lezen. Wat... Precies, lezen. Lezen wat die code van het DNA precies is. Ja. Dus eigenlijk, je hebt zeg maar een soort DNA-streng. Of een stukje DNA. Dat verzwaar je, om het zo maar te zeggen. Zodat het door dat dingetje heen getrokken kan worden. Ja, ja, dus dat motortje trekt het er echt doorheen. Ja. Ja.
En ook het apparaatje waarmee we dat kunnen doen. Super gaaf, want dat is echt heel erg klein allemaal. Ik denk, je hebt allemaal hele grote apparaten nodig om zulke grote analyses te kunnen doen, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Het apparaatje is eigenlijk soort van de grootte van een USB-stick. En wat je ziet in het filmpje, ik heb dat kleine apparaatje heb ik dus op tafel liggen. En ik maak hem als het ware open. Dan pak ik uit het doosje een DNA-sample. Zo'n buisje met het oranje dopje. En daar zou dat DNA zou dan al klaargemaakt zijn. Dus die motortjes zijn er al aan de DNA-strengen gemaakt. Vervolgens pak ik DNA met de pipet daaruit. En ik kijk of de pipetpunt goed stevig in dat gaatje zit. En vervolgens pipetteer ik dan die vloeistof in het apparaatje. En je ziet ook echt dat de vloeistof ook echt er doorheen loopt. Vervolgens plak ik de sticker met de sticker weer het apparaatje dicht. En is hij klaar om gesequenced te worden. En heeft dit ook nog nut tot met betrekking tot de medicijnen die op dit moment op de markt zijn en nog komen, deze informatie? Ja, dat zou goed kunnen, dat hopen we heel erg. Als we dus van die kleine verschilletjes zien in hoe die SMN2-genen eruit zien, hopen we misschien te kunnen voorspellen of bijvoorbeeld Ristiplam of Spinraza, of die, zeg maar, welke van de twee beter werkt voor elke individuele patiënt. Dus dat is iets wat wij heel erg hopen, wat we uiteindelijk kunnen voorspellen. Aan de hand van het DNA, maar misschien ook aan de hand van andere experimenten die wij hier in het lab doen. Ja, maar een onderdeel daarvan is aan de hand van het DNA. Ja, ja. Ja. Nou ja, dan is het ook voor de patiënten die nu leven met SMA in die zin best een heel interessant onderzoek. Zeker, zeker, ja. Ja. Nou ja, er is eigenlijk gewoon natuurlijk nog geld voor nodig. Ja, ja, zeker. Het geld is nog niet helemaal rond. Ja. Ja, en deze techniek is natuurlijk super gaaf en heel geavanceerd. Maar het nadeel ervan is ook dat het vrij duur is natuurlijk. Dus alle kleine beetjes helpen. Ja. Nou ja, ik denk dat we zo meteen de mensen nog maar even gaan vertellen welke acties we nog gaan voeren dit jaar, zodat ze daar aan mee kunnen doen. En ik wil jou heel erg bedanken voor je super, super gave uitleg en heel veel succes wensen met wat je voor ons aan het doen bent. Ja, dankjewel.